Goedenavond iedereen, welkom op onze gemeente en OCMW-raad van februari 2021. Jammer genoeg zitten we bijna een jaar met corona opgescheept en zitten we nog ieder in zijn eigen kot, ga maar zeggen. En kunnen we nu van start gaan met de gemeenteraad? Het eerste punt op onze gemeenteraad is beschikbare verslagen van adviesraden en inkomende briefwisseling. Het gaat dus over de brieven en voor het punt chaos, een verslag van chaos. Ik zie dat iedereen het punt goedgekeurd heeft, behalve Quirijn en Guy en Sanne. Ik weet niet of jullie het punt kunnen goedkeuren, kunnen akkoord gaan, of is er nog een vraag over dit punt? Nee, dat mag goedgekeurd worden. Mag het goedgekeurd worden? Ja, Quirijn voor ook. Ja. Okay. Voor mij ook, Linda. Ja. Oké, dank u wel. Dan kunnen we overgaan tot punt 2. Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het agentschap Zorg en Gezondheid naar de gemeente Wachtebeke. Quarantainehandhaving. Het gaat over een protocol en het gaat over een kennisname. De heer Dirk Ongena zal dit toelichten. Dank u voorzitter. Goedenavond iedereen. In een vorige gemeenteraad heeft de burgemeester op een vraag over de aanpak van het van de quarantaineplicht al geantwoord. En het antwoord dat toen gegeven is, zullen we nog eens kort herhalen. Om de gemeentebesturen toe te laten om toe te zien op de quarantaineverplichting, heeft de Vlaamse regering de mogelijkheid voorzien om gegevens ter beschikking te stellen aan de gemeente. Via deze gegevens kunnen de gemeentebesturen meehelpen in de handhaving van de quarantaineverplichting. Maar om toegang te krijgen tot deze gegevens, moeten de gemeentebesturen een aantal documenten in orde brengen. Het gaat over een handhavingsprotocol, afgesloten met het agentschap Zorg en Gezondheid. En de gemeenteraad moet daar kennis van nemen. In principe is de burgemeester verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. De gemeentebesturen kunnen echter ook iemand anders aanduiden als verantwoordelijke voor het verwerken van de gegevens. De gegevens van deze verantwoordelijke moeten worden doorgegeven aan het agentschap Zorg en Gezondheid. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens dient een geheimhoudingsverklaring en een gedragscode te ondertekenen. Nu kunnen de gegevens worden geraadpleegd via de controletoren. De gegevens die momenteel raadpleegbaar zijn, zijn de naam, voornaam, adres waarop de persoon in quarantaine verblijft en de termijn waarbinnen de persoon in quarantaine of isolatie moet blijven. De Vlaamse overheid bezorgt eerst het rapport van personen die in de gemeente in kwestie in isolatie of quarantaine moeten blijven. De burgemeester of zijn afgevaardigde kan deze lijst raadplegen. En deze databank wordt elk uur bijgewerkt. Het rapport geeft een aantal gegevens voor de laatste 10 dagen. Dat zijn de namen van personen die besmet zijn met COVID-19 en in isolatie moeten blijven. De namen van personen die in hoog risicocontact zijn van een besmet persoon en daarom in quarantaine moeten blijven. De namen van personen die op reis zijn geweest in een rode zone en een passenger locator form hebben moeten invullen en daarom ook in quarantaine moeten blijven. De namen van personen aangemeld via het CTPC-tool. Dat is een voorschrijftool van collectiviteits- en arbeidsartsen. Excuseer. En voor elk van deze personen is het telefoonnummer, het quarantaine- of isolatieadres en de maximale einddatum van die isolatie- of quarantaineperiode opgenomen. De bedoeling is dat er in eerste instantie sensibiliserend wordt gewerkt. Zo wordt er eerst gebeld naar deze personen om te vragen of ze thuis zijn en in quarantaine. Indien geen antwoord, worden ze verwittigd dat er iemand van de gemeente ter plaatse komt om na te gaan of betrokkenen de quarantaineafspraken naleeft. Van dit telefonisch contact en huisbezoek wordt er een verslag op gemaakt. Indien men dan niet thuis is en weigert mee te werken, dan pas wordt de politie ingeschakeld. Wat uiteindelijk kan leiden tot een middellijke schikking of verwijzing naar de rechtbank. En dat was het een beetje in het kort. Oké, dank u wel. Kunnen we akkoord gaan met deze kennisname? De heer Gibral en mevrouw Karine Cornelis, jullie hebben niet gestemd. Is dat mee dat ik het jullie vraag? Ja, dat is goed voorzitter, voor mij. Oké, Karine, voor u ook? Ja. Ja.
Oké, dank u wel. Dan kunnen we overgaan naar punt 3. Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het agentschap Zorg en Gezondheid naar de gemeente Wachtebeke. Het is een lokale contacttracing. Het is terug een kennisname. Terug de heer Dirk Ongena zal dit punt toelichten. Ja, dat leunt in feite aan bij punt 2. Hè. Dit gaat inderdaad ook over een kennisname. Protocol is nodig in kader van de uitwisseling van persoonsgegevens en heeft ook, zoals het vorige, een positief advies gekregen van de functionaris van de gegevensbescherming. Maar dit protocol gaat specifiek over de lokale contacttracing of ook nog over kwetsbare personen die het allemaal niet zo goed begrijpen, taal niet machtig zijn en of de gevolgen van hun gedrag niet zo goed kunnen inschatten. Oké, dank u Dirk voor de toelichting. Terug, Guy en Karin, keuren jullie dit goed, deze kennisname? Jawel. Jawel. Dank u wel. Dan kunnen we overgaan tot punt 4. Opbouwen en inrichting van een vaccinatiecentrum in de sporthal van het provinciaal domein Puijenbroek. Toetreding aankoopcentrale Wetteren. Mevrouw Christine Baks zal dit toelichten. Ja, dank u voorzitter. De gemeente Wachtebeke heeft een beslissing genomen om effectief beroep te doen op de aankoopcentrale van de gemeente Wetteren. In de regel is dit een bevoegdheid van de gemeenteraad. In gevolge dwingende en onvoorziene omstandigheden kan uitzonderlijk het dagelijks bestuur deze beslissing nemen op basis van artikel 56 van het decreet lokaal bestuur. In dit geval dient de gemeenteraad hiervan akte te nemen op de eerstvolgende zitting. Dus bij deze. We hebben gekozen om Wetteren als aankoopcentrale te laten fungeren. Zij hebben een bestek uitgeschreven. En zodoende nemen wij de artikelen die wij nodig hebben voor ons vaccinatiecentrum af van Wetteren, zogezegd. Oké, dank u wel, mevrouw Baks. Karin Cornelis, u keurt dit punt ook goed? Ja. Oké, dank u wel. Dan kunnen we overgaan naar punt 5. Gunning opbouw vaccinatiecentrum Sporthal Puijenbroek. Dit punt gaat over een goedkeuring. Terug mevrouw Baks zal dit toelichten. Ja, dus in feite ook weer over hetzelfde. De beslissingen moeten heel snel genomen worden. Dat was dus de offerte, bedrag ervan. Dus het is al eigenlijk al gehunt. Het is een kennisname, zou ik zo zeggen. Ja, een goedkeuring. Feit, het is wel een goedkeuring. Ja. Oké, dank u wel, Karin. Mevrouw Karin Cornelis, jij keurt dat punt ook goed? Ja. Ja. Oké, dank u vriendelijk. Punt 6, bijkomende gunning opbouw vaccinatiecentrum Sporthal Puijenbroek. Het gaat hier terug over een goedkeuring. Terug, mevrouw Baks. Ja, ook weer punten die nog niet bij de offerte zaten, die bijkomend moeten zijn. En dat is dikwijls naar aanleiding van keuringsverslagen van politie, brandweer, dat de punten moeten aangepakt worden, dat er van alles moet voorzien zijn. Dus ook weer moet dat snel beslist worden. Mevrouw Karin Cornelis, voor u terug hetzelfde. Ja. Akkoord. Dank u wel. Dan gaan we over naar punt 7. Huurovereenkomst van de sporthal provinciaal domein Puijenbroek voor de inrichting van het vaccinatiecentrum. Het gaat hier ook over een goedkeuring. De heer Rudy van Kronenburg zal dit toelichten. Rudy, uw micro staat niet aan. Uw micro. Wij horen u niet. Ja. Nee. Uw micro staat uit nu. Uw micro staat uit. Nu? Ja, nu horen we. Ja, oké. Dank u. Telefoon af. Oké. Er is over dat dossier heel wat te doen geweest in de pers en ook in de provincieraad en dergelijke, allemaal over het bedrag dat de provincie daarvoor heeft aangerekend voor de gebruik van de sporthal. Ik heb de voorbije weken heel veel contact gehad met de gedeputeerden Verbliet en Moens daarover. Heel wat telefoontjes, sms'jes en dergelijke allemaal. Maar goed... alles is erover gezegd, denk ik. De huur van de sporthal in Wetteren
kost minstens evenveel. En als we kijken naar locaties waar dat er gekozen is om een tent te zetten, dat kosten die 4 à 5 maal zoveel. Dus dan is de kostprijs dat we nu betalen in Puinbroek toch wel redelijk, mogen we zeggen. We gaan natuurlijk nog andere akkoorden sluiten over overname van materiaal dat er nu staat, een keer dat COVID voorbij is, dat we dat de provincie dat wil laten overnemen en dergelijke. Maar denk me dat we er nu kunnen toe besluiten dat de maandelijkse huurprijs van €10.000, dat redelijk is, vergeleken met andere tarieven. Zijn er daar vragen over? Heeft er daar iemand een vraag over? Ja, Rudy, zeg maar. Ja, in orde. Ja, burgemeester, de toevoer van de vaccins, daar loopt wat vertraging op. Gaat dat ook gevolg hebben voor het huren van de lokale, de infrastructuur van de provincie? Ja, wij huren per maand in feite. Het is voor het begin voor 6 maanden. Maar het is het feit dat het contract loopt tot eind oktober. Dus we hopen in elk geval niet dat het zo lang zal duren. Maar dus liefst zo kort mogelijk. Hè. Maar dus we kunnen het iedere maand, dus wordt er betaald en dan schuiven we naar de volgende maand. Hè. Maar het is voorzien dat het kan lopen tot eind oktober. En als u door de omstandigheden die zich nu voordoen, dat het nu langer zou worden, dat we nog een maand meer moeten huren. Maar, kan dat dan verhaald worden op de federale overheid? Dan? Want eigenlijk, iedereen moet klaarstaan. Hè? Ja, maar ik zou hier toch zeker niet naar één regering de bambliksem sturen. Ik denk dat de Vlaamse regering hierin minstens even zwaar de fout is gegaan. Hè. Maar dat heeft bijna zomaar geen stap bij van Zwarte Pieten uit te delen. Wij doen wat we moeten doen vanuit de gemeente. Ik denk dat de provincie nu ook doet wat ze moet doen. En dus dat we het daarbij laten. Wie dat er schuldig is, er zijn overal fouten gemaakt en soms erge fouten, maar het was op elk niveau. Elk niveau. Dus die spelletjes van wie het er schuld, ik denk niet dat we dat moeten meedoen. Oké, dat we hopen dat eind oktober dat alles afgerond is. Ik hoop het ook bij u. Dank u. Oké, dank u. Bij de Rudy's ga ik zeggen. Karin, Cornelis, ik ga terugvragen aan u of dat u dat punt kunt goedkeuren. Ja. Oké, dank u wel. Dan gaan we over naar het volgende punt. Onderhoud Warandewijk, site OC&W, groenbuffer, sport, infrastructuur en stationsplein. Het gaat over een goedkeuring, lastenvoorwaarden en een gunningswijze. Over het bestek 2021-150. De heer Eddy Heerweg zal dit toelichten. Dank u. Inderdaad gaat het over de gunning en de lastvoorraden voor het groenonderhoud van de Warandewijk, de groenbuffer sportterrein, OCMW-site en het stationsplein. De uitgave van deze opdracht wordt geraamd op €85.500 inclusief BTW. Oké, dank u. Eddy, Karin, voor u terug hetzelfde. Keurt dat punt goed? Ja, dank u wel. Het volgende punt is onderhoud van grachten, goedkeuring, lastenvoorwaarden en gunningswijze. Het is terug de heer Eddy Heerweg dat erop zal antwoorden. Er is inderdaad terug een gunning en lastvoorwaarden voor de onderhoud van de gemeentelijke grachten. Deze totaalopdracht voor deze gunning wordt geraamd op ongeveer €91.000 inclusief BTW. Deze opdracht bestaat uit 1 basisopdracht en 3 verlengingen. Oké, dank u wel, Eddy. Terug aan u, Karin. Ja hoor, akkoord. Dank u wel. Dan gaan we over naar punt 10. Uitpasmeetjesstand, afschaffing van de beperking maximumbedrag voor houders van een uitpas- en kansentarief. Het gaat over een goedkeuring. De heer Peter van Bambos zal dit toelichten. Ja, dank u wel, voorzitter. Het komt erop neer dat er in het reglement van uitpas een maximum is opgenomen voor kaarthouders met een sociaal tarief. Dat maximum is vastgesteld op €600 totale kostprijs of een maximum van €150 eigen bijdrage, want dat is een korting van 75%. Wanneer dit bedrag echter overschreden wordt, dan wordt de sociale kaart omgeschakeld naar een gewone uitpaskaart, waarbij dat de houder geen korting meer krijgt, maar wel nog steeds punten kan sparen. Uitpas Meetjesland die vraagt de afschaffing van die maximum bijdrage, omdat de kaarthouder zelf in het oog moet houden of dit maximum niet overschrijdt. Maar er is geen enkel systeem waarbij dat de kaarthouder kan nagaan of dat gij bijna aan dat maximum zit.
En ja, daardoor zijn ze genoodzaakt de verschillende uitgaven bij de verschillende clubs en verenigingen om dat zelf bij te houden. In werkelijkheid zien we dat dat niet werkt. Ook voor de administratie is het bijhouden van deze maxima en eventueel overschakelen naar een gewone uitpaskaart enorm veel werk. En wanneer een alleenstaande moeder met haar kinderen naar sport of andere kampen laat gaan, dan zit je al snel aan dit maximum. En dan, ja, heel solidair is het dan niet natuurlijk. Tot nu toe, moeten we zeggen, zijn er weinig blokkeringen geweest voor het overschrijden van dit maximum aantal. Dus in 2017 en 2018 waren er 4, 14 in 2018 en 2019, 12 in 2019-2020 en 6 in 2020. Maar dat is natuurlijk niet representabel. Dus vandaar dat Meesterland vraagt voor de afschaffing van die maximumbijdrage. Ik weet niet of er nog vragen over zijn. Heeft er iemand een vraag voor Peter over de uitpas? Nee? Dank u wel. Dan rest mij alleen te vragen. Karin en mevrouw, ja. Karin Cornelis, je keurt dat punt goed? Ja. Oké, dank u wel. Dan gaan we over naar punt 11. Addendum regionaal reglement uitpas Meetjesland voor de toetredingen van de gemeente Sint-Lorijns en de gemeente Zelzaten tot de uitpas Meetjesland. Het gaat dus terug over een goedkeuring. Terug de heer Peter van Bammels zal dit toelichten. Nou, hier kunnen we kort zijn. Hè. Dus het gaat of dat we akkoord zijn met de toetreding van de gemeente Zelzaten en Sint-Lorijns tot de uitpas Meetjesland. En ik zie niet in waarom dat we daar tegen zouden zijn. Oké, dus dank u wel. Ja, terug hetzelfde voor u, mevrouw Cornelis. Ja, Karin. Ja, oké, dank u wel. Punt 12, goedkeuringsstatuten interlokale vereniging COVID Scheldekracht. Mevrouw Christine Baks zal het toelichten. Sorry. Probleem. Dank u. Dus de oprichting van een interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, een ILV, voor de duur van 1 jaar, heeft de lokale bestuurder de kans om de afstemming over COVID-gerelateerde thema's met de andere lokale besturen in de regio en de zorg- en welzijnsactoren binnen de ELZ Scheldekracht sneller en vlotter aan te pakken. Met de ILV willen de lokale besturen in de regio samenstreven naar een goede lokale ondersteuning bij de beheersing van de pandemie en het opvangen van de gevolgen ervan. Dit kan zich vertalen in initiatieven rond de vaccinatie, preventie en controle van lokale uitbraken, ondersteuning van zorg- en welzijnsactoren, diverse COVID-gerelateerde acties, contact- en bronopsporing en sensibilisering en communicatie over de geldende maatregelen. Oké, dank u, Christine. Terug aan mevrouw Cornelis. Je keurt dat punt goed ook? Ja. Ja. Oké, dank u wel. Dan gaan we over tot punt 13. Aanduiden leden voor het beheerscomité van het ILV COVID Scheldekracht. Dit gaat dus over een geheime stemming. Dus onze mevrouw Lise Gosset zal terug een chat sturen. En het is terug de bedoeling dat we daarop klikken en terug gaan stemmen. Dus die verschijnt dus al in de chat. Jullie zien dat al. Klikken, ja, nee, onthouden. Iemand die het niet kan, die stuurt gewoon een mail naar haar. Zodanig dat we inderdaad dan verder kunnen met het punt. Ik zal het punt nog even toelichten waarover dat dit gaat eigenlijk. Dus de heer Rudy van Kronenburg, burgemeester, met als plaatsvervanger mevrouw Christine Baks, wordt aangeduid om als tegenwoordiger namens de gemeente deel te nemen aan het beheerscomité van ILV COVID Scheldekracht. Dus nu inderdaad is te stemmen via de chat. Lukt het dat voor iedereen? Bij mij is het gelukt. Bij mij ook.
Ik zal ook een mailje moeten sturen. Dat geeft niet. Stuur maar een mail. Dat is ook in orde. Ik ga Lize een keer oproepen. Lize, jij ziet hoeveel mensen die er gestemd hebben al? 14 stemmen. 14 stemmen. Voorzitter? Ja, Rudy? Ik ga meer versturen. Dat is goed, dat is in orde. Lize, dus jij hoort mailtje sturen. Karin zal een mailtje sturen. Ja, ik kijk naar. Ik ga nog één minuutje wachten voordat jullie allemaal verder gaan. Voor degene die het echt niet lukt, stuur gewoon een mail naar Lies en dan is het geen probleem. Maar ik krijg hier zelfs geen mails verstuurd. Het zit allemaal vast hier. Moet dat nu al dat moet nu gebeuren. Ja, als dat kan, ja. Ja. Nee, bij mij lukt dat hier niet. Stuur rustig een mailtje, ik zie wel wanneer het binnenkomt. Ik zal het wel weten, Linda, als alles binnen is. In orde. Goed, dank u. Deze. Kunnen we voortgaan met het voorlaatste punt. Ik weet niet wie dat er in de micro openstaat. UNHCR, Belgische noodhulp vluchteling Ethiopië, advies van chaos naar aanleiding van subsidies voor ontwikkelingssamenwerking. Het gaat dus over een goedkeuring. Mevrouw Christine Baks, je ging dat toelichten, hè? Ja, dank u. Dus Ethiopië heeft het hard te verduren. Sprinkhanenplaag, corona, burgeroorlog. Door de aanhoudende burgeroorlog heeft Europa zijn financiële steun stopgezet. Vandaar de beslissing om te storten naar de UN-vluchtelingenorganisatie. Dank u wel, Christine. Karin, jij kunt dat terug goedkeuren? Ja, geen probleem. Oké. Mag ik vragen aan de heer Lucien de Blok voor uw micro? Ah ja, sta uit, pardon. Ja, oké, want ik hoor nu eten te darmen. Ik hoor nu roefelen. Geen probleem. In orde. Punt 17, Kerkfabriek Sint-Katharina Wachtebeke, jaarrekening 2020. Het gaat dus over een aktename. De heer Piet Penneman ging dat toelichten. Piet? Uw micro staat niet aan. Uw micro, Piet. Uw micro staat niet aan. All right. Ja. Dat was hier. Even een deur aan toe doen. Oké, geen probleem. Dus wat betreft de kerkfabriek? Ja. Het is de rekening van 2020. Er staan heel weinig speciale zaken in. Wie er eens vlug doorgelopen heeft, zal zien dat de exploitatieuitgaven, ontvangsten tenminste, iets hoger waren dan voorzien. En dat de kosten iets hoger ingeschat worden dan de effectieve kosten. Dus wat eigenlijk vrij normaal is, zitten daar bijna geen verrassingen in. Qua investeringen zal je zien dat eigenlijk het volledige bedrag van de buitenrenovatie van de kerk voorzien was in 2020. Maar het zwaartepunt ligt in 2021 en ze zijn er al bezig. En je hebt ook gezien dat daar de kostprijs is in opgenomen voor het isoleren en toegankelijk maken en inrichten van de zolder van de Vierschaar, waar nu het de kerkfabriek en parochie gevestigd zijn. Voor de rest geen speciale zaken te vermelden. Ik weet niet of er daar iemand een vraag over heeft naar Piet toe. Nee, dan ga ik terugvragen aan de heer Bral en mevrouw Cornelis om dan jullie dat goedkeuren, die aktenamen, of dan jullie akkoord zijn. Ja, akkoord. Ja, akkoord.
Oké, dank u wel. Dan kunnen we overgaan tot de vragen. En we beginnen met de vragen van CD&V. Ik wil mij eerst excuseren voor de foto die bij de eerste vraag hoorde en niet bij de vierde vraag. De heer Eddy Heerweg zal dus antwoorden. Het gaat dus over de voetpaden Potterzoek, Kerk en Dorp. Ja, eerst en vooral wil ik zeggen dat het eigenlijk onschuld was, want met die foto en niet uw schuld, Linda. Dus die moest bij de eerste vraag zijn. Goed, voetpaden Potterzoek, Kerk, Dorp. Dat is een vraag die we gesteld hebben in de gemeenteraad van 28 januari 2014. Helaas lijkt deze nog steeds actueel. Onze vraag luidde toen als volgt. Nu de burgemeester en schepen van openbare werken 4 poseren in de krant en verkondigen dat de voetganger voorrang zal krijgen in onze vernieuwde dorpskern, wil CD&V weten of de voetpaden vanaf Potterzoekbrug mee kunnen genomen worden in het project. Zij zijn in slechte staat en op sommige plaatsen te smal en sommige verkeersborden vormen hindernissen voor rolstoelgebruikers. Het antwoord luidde toen als volgt. Dit deel wordt niet meegenomen in het project van de dorpskernhernieuwing. De gebreken aan voetpaden zullen hersteld worden, zoals dit steeds gebeurt wanneer dit gemeld wordt. Zoals enkele verzakte putjes en de nauwe doorgangen aan het afgebroken huis van de kerk. Wat betreft de aanpassing aan het brugje voor rolstoelgebruikers, dit zal bekeken worden wat hier mogelijk aangepast kan worden. Ondertussen zijn we enige jaren verder en stellen we vast dat er niets tot weinig veranderd is. Voor rolstoelgebruikers is dit stukje voetpad onbegaanbaar, kan brouwer of moeilijk begaanbaar. Hoe ging het bestuur juist te werk om de mogelijke aanpassingen te bekijken? Wanneer en met wie werd dit besproken? Of staat dit nog steeds op de planning? Dag Etienne, dank u wel. Dag Eddy. Na het lezen van de vraag en het zien van de foto, ben ik onmiddellijk in mijn auto gesprongen en ga kijken naar het gebrekkige voetpad. Dit was inderdaad een probleem dat dringend moest aangepakt worden, hetgeen reeds is hersteld. De oorzaak van de vertraging was op aanvraag van de aanpalende bewoner, die liefst zou wachten voor de herstelling uit te voeren tot de bouwwerken waar hij mee bezig was waren beëindigd. Maar door onvoorziene omstandigheden blijven de werken aansteden en stond het nog wel op de planning bij onze technische dienst. Ah ja. Dus het is hersteld. Ja. En eentje verder, ik weet niet of je dat opgemerkt hebt, Eddy. Een eentje verder, waar dat straatje nog in loopt, daar is feitelijk ook wel een slechte overgang in feite. Dus een 50 meter verder, dat is de linkerkant ook, komt in dat straatje terecht. En de overgang is daar ook wel heel slecht op dat voetpad. Ik weet niet of je daar naartoe een keer kunt kijken. Nee. Ik wacht op de volgende vraag, hè. De volgende keer. Ja, goed, oké. Okay. Nee. Ik zal dat deze week nog gaan bekijken. Ja. Oké. Okay. Ik heb er geen erg gehad. Ik ga alleen maar naar dat wist kijken. Dat moest dringend hersteld worden. Ja. Dank u vriendelijk. Graag gedaan. Oké, dank u wel aan beiden. Dan gaan we over naar vraag 2. Leegstand sociale huurwoningen Warandewijk. De heer Patrick Sirard zal op antwoorden. Ook tevens de vraag van de derde vraag van N-VA. Dus er zijn er nog bijkomende punten in de vraag van N-VA. Die zullen tevens beantwoord worden door de heer Patrick Sirard. Goedenavond, Patrick. Linda heeft het al mooi ingeleid. De leegstand in de sociale huurwoningen in de Warandewijk. Daar staan meerdere woningen leeg. Wij vragen ons af hoe dat in verhouding staat met de wachtlijst van burgers en inwoners die dus wachtende zijn voor een sociale huurwoning. En we vragen ons daarbij ook gelijktijdig af hoeveel gezinnen of burgers staan er nu op die wachtlijst tot het verkrijgen van een sociale huurwoning in Wachtbeke. Ja, dank u wel, voorzitter. Dag Sanne. Dus 5 huizen zijn in frictie, waarvan er 2 verhuurd worden vanaf 1 maart. En bij de overige 3 loopt het toewijzingsproces volop. 21 huizen zijn in structurele leegstand, waarvan 5 momenteel afgewerkt worden, 5 in uitvoering. 4 worden binnenkort op de planning gezet en de overige 7 worden bekeken. Er staat dus inderdaad wel wat woningen leeg in Wachtbeke. En dit is iets waar bij elk woonoverleg en bij aparte contacten wordt aangekaart. We kunnen het niet meer uitleggen dat zoveel mensen op de wachtlijst staan en toch zoveel sociale woningen leeg staan. Volkstaat volde tot kort enkel de regels die Vlaanderen voorschrijdt, een rationele bezetting voor de verhuurd. Dit wil zeggen dat ze niet meer slaapkamers kunnen vragen dan er gezinsleden zijn. Een alleenstaande of een alleenstaande met kind geeft bijna geen kans om de woning toegewezen te krijgen
in de wijk, want daar zijn de meeste huizen van een andere grootte gebouwd in de jaren 60, 70, toen er nog veel grote gezinnen waren. Mede daarom heeft het dagelijks bestuur van Volkshaard een nota goedgekeurd waarin Wachtebeke wordt afgeweken van de rationele bezetting. Dit maakt mogelijk dat de kleine gezinstypes voor een grotere woning in aanmerking kan komen om zo druk op de wachtlijsten wat te verkleinen. Dit zal niet meteen voor een sprong zorgen, maar op termijn zal dit wel duidelijk worden in de cijfers. In 2019 waren er 123 unieke aanvragen van kandidaat-huurders. Deze mensen zijn veelal bij meerdere maatschappijen ingeschreven. 21 hiervan hebben een lokale binding. De groep met alleenstaanden die al dan niet één of twee kinderen hebben, is het grootst. De gemiddelde wachttijd is voor één slaapkamer 2022 dagen. Dus ik zeg het wel degelijk juist, 2022 dagen. Twee slaapkamers is 2084 dagen. Met drie slaapkamers 433 dagen. Vier slaapkamers 133. Dus hoe groter de vraag naar de slaapkamers, hoe kleiner de wachttijd wordt. Met de nieuwe nota zal de wachttijd van één en twee gezinnen inkorten. Dus dat is al een deel op uw vraag, Sanne. En dan de tweede deel van de vraag van de N-VA. Dus er zijn er 253 woningen die leegstand hebben. Dat is momenteel 8%. 12 woningen met twee slaapkamers, ook voor alleenstaanden. 102 woningen met drie slaapkamers. 143 woningen met vier slaapkamers. 8 woningen met vijf slaapkamers. Dan hebben we nog de Witte Wijk en de Waterbosstraat. Dus dat zijn 15 woningen met één slaapkamer. 39 woningen met twee slaapkamers. Ook voor alleenstaanden. 29 woningen met drie slaapkamers. En dan hebben we twee woningen met vier slaapkamers. Aanleutflats in de Godshuisstraat, dat is voor de senioren. Dat zijn er 14 met één slaapkamer, 2 met twee slaapkamers. En het percentage van toewijzing van de Wachtebekenaren. Er zal eerst voorrang gegeven worden aan de kandidaat huurders die sinds hun geboorte in Wachtebeke wonen. De sociale huismaatschappij zal hiervoor historiek van woonst opvragen via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, omdat deze historiek enkel gegevens bevat die teruggaan tot 1972, worden aan de kandidaat-huurders geboren voor 1972 gevraagd een bewijs van woonst af te halen bij de verwolkingsdienst van de gemeente Wachtebeke. Vervolgens wordt voorrang verleend aan kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar in Wachtebeke wonen of gewoon hebben. Vervolgens wordt de voorrang verleend aan kandidaat-huurders die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing, minstens 3 jaar, inwoner geweest zijn van Wachtebeke. Dus, en het percentage toewijzing aan kwetsbare personen is een alleenstaande niet hoger zijn dan 25.000 euro en een samenwonende 37.000 euro. Dus het is een hele boterham dat ik hier voor gelezen heb. Dus ik hoop dat dat voldoende was op jullie vragen. Patrick? Ja? Ik heb nog een klein vraagje. We staan die vraag altijd, regelmatig een keer, ook in de voorlegislatuur. Ja. En op het einde van de voorlegislatuur hebben we die vraag gesteld en hebben we ook het percentage gevraagd van dus de herbevestiging of hervestiging van Wachtebekenaren. En dat we doen op 60%. Hoeveel procent is het nu al? Alistair? Op het einde van de voorlegislatuur was er 60% van de aanvraag van Wachtebekenaar konden hier komen wonen. Ik kreeg een toegewezen. Ja. Nu zitten we een paar jaar verder al. Nu, dat was wel goed 60%, maar dan mag dat natuurlijk wel ambitieuzer zijn. Dus hoeveel percentage is het nu reeds? Dus het einde van de legislatuur nog niet eens 60%. Minstens, daarom is het nu al. Ja, ik denk het aantal percentage dat dat niet zoveel kan verschillen bij de vorige. Want ja, zoveel verloop van bewoners is er momenteel niet. Hè. Dus het is ook afhankelijk van de huizen die nu gaan afgewerkt worden. Daar gaat het percentage wel meer beginnen zakken. Hè. Stijgen? Ja, wel stijgen, ja, pardon. Dus, okay. Ja. Dat is ook allemaal afhankelijk van Volkshaard hoe rap dan ze zijn, gaan bezig zijn met die verdere die andere woningen in orde te brengen. Hè. Maar als we daar regelmatig een keer
gaan ze er ook wel een keer wat meer vaart beginnen achter steken, waarschijnlijk. Hè. Ja, we gaan die vrouw een keer herhalen op het einde van deze legislatuur, Patrick, om te kijken hoe dat er effectief dan op die 12 jaar dan... Ja. Okay. Dus we hebben nog 3 jaar, hè. Dus tegen dan zal dat wel toch in orde moeten komen. Hè. Dank u, Patrick. Ja, dank u wel. Sanne, ik ga eerst het woord aan u geven en daarna aan Diederik. Ja, Patrick, dank u wel voor de uitleg. Ik had nog een bijkomende vraag. Dus je hebt gezegd in het begin van uw toelichting, 21 woningen kennen een structurele leegstand, waarvan er 7 woningen worden bekeken. Wat bedoelde met worden bekeken? Ja, wel, de overige 7 gaan ze nog bekijken, maar als ze daar aan veranderingen moeten gaan aandoen. Hè. Dus dat ze daar... Ja, zeg maar. Ja, die staan mogelijk op de planning van ook renovatie- of aanpassingswerken. Ja, maar dat zal nog niet voor direct. Dus ik heb gezegd dat er 5 in uitvoering zijn en 4 worden er nog een keer binnenkort bekeken. De andere dat gaat waarschijnlijk op een later planning gesteld worden, hè, Sanne. Dus, goed. Oké, dank u. Ja. Oké, dank u. Diederik? Ja, dank u, voorzitter. Patrick, toelichting over het voorstel van samenwerking tussen de gemeente en de Volkshart. We kunnen daar iets meer van vertellen, wat je daar eigenlijk concreet wilt verwezenlijk zien, of dat de concrete voorstellen van Wachtebeke naar de Volkshart zijn? Wij altijd proberen streven, die 3 regels die wij vooropgesteld zijn, dan de band met Wachtebeke, dat die wel altijd de voorrang gaat krijgen. Op de huizen die van toepassing zijn voor de betaalaanvragen. Dus andere mensen zijn die zeggen van we zijn met een gezin van 4 of 5 kinderen, die gaan natuurlijk rapper in een huis geraken, aangezien dat dan maar een aantal dagen is. Allee, wat lijkt nog veel te zijn, 133 dagen natuurlijk. Hè. Dus... natuurlijk, het hangt ook allemaal af van waarschijnlijk van het dossier dat ingediend wordt. Hè. Maar concreet, een vernieuwend voorstel gaat enkel over vooral het hameren op de band met Wachtebeke dan? Ja, ik veronderstel van wel. Dus ofwel doe ik de schepen van wel zij daar dan een keer het woord laten doen. Ik zit te zwaaien. Maar... Ja. Er is nog een zaak waar we mee bezig zijn om het uit te werken, maar het is nog een beetje precair, maar ik kan er wel al iets van zeggen. Dus aan het eind van vorig jaar is er een enquête rondgegaan op de wijk, waar dan mensen vragen konden invullen over... hoe leef je graag op de wijk? Wat zijn dingen die je graag zou willen veranderd zien en zo? En naar aanleiding van die uitslagen is er beslist om vanaf het voorjaar, voorjaar het zal na de zomer zijn, juni, een project te starten op de Warandewijk, waarbij dat er per week 1 dag een maatschappelijk werker zal aanwezig zijn op de wijk. En die zal zeer nauw samenwerken met de sociale dienst van Volkshart, met de politie. Het wordt uitgewerkt in een project, maar er zal echt wel een beetje korter op de bal gespeeld worden. De samenlevingsproblemen een beetje proberen aanpakken. Dus in die zin, maar het wordt nog meer uitgewerkt. Dus daar zit echt wel daar zit iets in, hopen we. Maar zal die projectmedewerker kunnen in dat voorstel opgenomen worden? Die gaat dan effectief helpen tegen de leegstand van de huis. Het gaat overal... Hoe dat je daar straffer kunt optreden, toch, denk ik. Wij, de leegstand van de huis. Hè? De leegstand van de huis. Ja, dat kun je maar blijven vragen. En kijk, nu die afwijken van de rationele bezetting, wat wil dat zeggen? Dat je als klein gezin wel een huis kunt toegewezen krijgen waar dat er een extra slaapkamer is. Wat dat op dit moment niet mogelijk is als je de Vlaamse regels volgt. Ben je maar met 2 personen, een mama met een kindje, dan heb je maar recht op een huis met 2 slaapkamers. Maar nu gaan die mensen ook recht hebben op een kamer, op 3 slaapkamers. En zo zal het er waarschijnlijk vlotter kunnen toegewezen worden, hè. Want je ziet, Patrick heeft de wachttijden opgenoemd. De grote gezinnen hoeven niet zo lang te wachten. Hè. Dat is minder dan een jaar soms dat een groot gezin al een huis toegewezen krijgt. Maar
minder, kleinere gezinstypes. Ja, dus om de die te kunnen ook een woning te geven, is er afgeweken van de Vlaamse regels. Dus we hopen, gaat dat dit jaar al in de cijfers duidelijk zijn? Ik hoop het. Ik hoop het wel, maar ik denk dat we daar wel een beetje tijd gaan moeten overgaan. Hè? Maar na verloop van tijd gaan we dat dus wel zien. Hè? Ja, uiteraard. Dat is te hopen natuurlijk. Hè. En het voorstel wordt op korte termijn afgewerkt en ook eventueel gerealiseerd. En gaat de Volkswagen daar mee in die gesprekken dan op korte termijn? Of is dat iets ja. van... Ja, maar het is wel zo, allee, dat merken we wel, als er een aantal huizen leegstaan, dan zij die liever bundelen en een aanbesteding doen voor herstellingen, dan dat ze elk huis apart doen. Ja, dat zal uit financieel oogmerk zijn, zeker. Ja. Dat er op die manier gedacht wordt, als zij 4 of 5 huizen tegelijkertijd kunnen aanpakken, denk ik dat ze liever zoiets doen. Maar herinner ook dat we het leegstandsreglement gestemd hebben vorig jaar. Wat ook wil zeggen dat Volkswagen nu ook, de sociale woningen worden nu ook opgenomen in de leegstandslijst. Als een huis langer dan een jaar leeg staat, gaan zij ook een belasting krijgen. Dus in die zin hopen we ook dat dat meer druk geeft. Dan zij zeker zo snel als mogelijk werken. En dat zoveel mogelijk huizen toch verhuurd geraken binnen een kortst mogelijke tijd. Dat was een lange zin. Nog nieuwtjes uit het voorstel of nog niet? Nee. Oké, dat wacht ik denk, dat was, ja, dat was okay. Zowat alles. Dank u wel. Voldoende voor iedereen? Voor Diederik, voor Sanne ook? Voldoende? Ja, dank u wel. Oké, dank u wel. Dan kunnen we overgaan tot vraag 3. Statuut Algemeen Directeur Publieke Zitting. De heer Rudy van Kronenburg zal erop antwoorden. Ja, wij hebben daar in de gemeenteraad van december al eens een geheime zitting op geantwoord natuurlijk. Maar we zijn natuurlijk bereid om onmiddellijk daar nog een keer een openbare zitting dan ook te herhalen. We hebben toen gekozen als Benedikt vertrokken is om... Rudy, de vraag was niet gesteld. Sorry, ze zijn de vraag eigenlijk niet gesteld, maar ja. Oké. Okay. Maar ik weet niet. Ik wil graag nog een keer de vraag stellen. Maar, Rudy, de vraag was niet gesteld, sorry. Ja. Rudy is gewoon direct de gang, maar dat is goed. Gedreven, dat zien we graag. Over de algemene directeur. Momenteel is de functie van algemene directeur Wachtebeke niet vacant gesteld en werd een waarnemend algemene directeur aangenomen. Dit is echter een tijdelijke oplossing die voor de goede werking voor het gemeentebestuur en beleid niet al te lang in deze onzekere toestand mag blijven hangen. Wanneer plant het gemeentebestuur deze functie terug vacant te stellen, zodat er al dan niet een nieuwe algemene directeur kan worden aangeworven en vastgesteld? Oké, Ruud. Kan u op de vraag antwoorden? Dus, zoals gezegd, we hebben het al eens in december geantwoord, maar we hebben toen gekozen om geen examen uit te schrijven voor algemeen directeur, omdat we de komende 2 jaar, dat hebben we ook al dikwijls in de gemeenteraad gezegd, en dat denk ik met alle fracties de steun, dat we de komende 2 jaar willen gebruiken om na te gaan of Wachtebeke kan fusioneren in 2025 met buurgemeenten. Dus in dat geval hebben we gezegd van kijk, de mogelijkheid om onze huidige goede waarnemend algemeen directeur 2 jaar waarnemend te laten functioneren, dus dat is de maximumtermijn van 2 jaar, dat we dat kunnen waarnemend kunnen laten. Want na 2 jaar moeten we dus een examen uitschrijven voor de functie van algemeen directeur. Het is wel zo natuurlijk, als we tot een fusie overgaan, dat we dan respijt kunnen krijgen, want anders zou dat een beetje gek zijn, dat we iemand een examen moeten uitschrijven voor iemand aan te stellen, terwijl je niet weet, als je met 2 of met 3 gemeenten samengaat, wie dat er algemeen directeur gaat worden dan. Hè. Dus dat Vlaanderen er ook wat begrip voor heeft, dat je dan er een oplossing voor zoekt. Maar in eerste instantie is dus, wij hebben gekozen voor 2 jaar waarnemend om alle kansen te gebruiken om tot de fusie over te gaan. Lukt dat niet, dan gaan we uiteraard onmiddellijk een examen uitschrijven voor de functie van algemeen directeur. Oké, dus eigenlijk wat u nu zegt, wil zijn dus tegen december 2022 is de duidelijkheid over wanneer of dat er een fusie komt of niet. Dat hopen wij, Ruud. Ik hoop samen met u en allemaal, dus dat als vrijage eindelijk een keer dat die massaal naar hier komen, die vrijers. Hè. Dus
zitten er echt op te wachten. De koffie staat klaar. En een stukje taart kan ze ook krijgen als we de corona voorbij hebben. Maar we doen verwoede pogingen om die naar hier te lokken. Maar we zijn het niet zeker op het moment. Dus we moeten afwachten wat dat... we moeten ze in de solden zetten of in de prijs... afbiedingen zetten om te zien wat er op ons begint te bieden. Hè. We zijn een aantrekkelijke gemeente, vinden wij. Wij zijn een groene gemeente. We hebben alles wat je nodig is. Maar we kunnen de toekomst wel bekijken als kleine gemeente. Met de takken die Vlaanderen ons allemaal bijgeeft, is dat niet echt doenbaar meer voor dat als kleine gemeente al die takken op ons te nemen. Daarom gaan we echt wel ervoor. En wij doen het open en bloot. Anderen doen dat meer sluiks... achterkamers, maar wij spelen het open en bloot. We zeggen, de bevolking mee kan luisteren wat we allemaal doen. Dan we zeggen van, wij gaan ervoor. Wij willen naar een fusie gaan. En we kijken wat de beste partner voor ons is, dat u mijn onderloven legt. Daar worden mensen bij betrokken. En dergelijke allemaal. Dus wij spelen het eerlijk en correct. En dus als dat lukt, is dat fantastisch. Als dat niet lukt, is dat ook goed. Dan is het wachten op 2030 dat het waarschijnlijk verplicht zal worden dat te fusioneren. Nee, maar dan de sleutel zal niet meer bij ons liggen dan. Hè. Dan zal die elders gelegd worden. Dat er voor ons zal beslist worden met wie dat Wachtebeke zal gefusioneerd worden. En dat willen we het liefst voorkomen wij. Dat is onze uitleg. Oké. Dank u wel. Ook nog een keer melden. Bij ons was echt specifiek de vraag over de functie en niet over de persoon. Hè. We vinden ook dat de algemene directeur heel goed doet. Daar wil ik ook wel duidelijk bij zeggen. En over de fusie. Ik vind het goed dat je zegt van we zijn aan het wachten. Maar ik denk ook dat soms misschien een beetje eigen initiatief ook al een stapje verder zou komen. Natuurlijk om met een gemeente in dialoog te gaan of dan te wachten als ze naar ons komen. Je kunt langs twee kanten bekijken natuurlijk. Ja. Ruud, ik denk dat je ook wat ervaring hebt in vrijages. Dus je moet wel met tweeën zijn. Hè? Dus minstens, die andere partij moet dat ook willen. Hè? Dus dat is het probleem. We willen maar graag naar inderwaar gaan voor te gaan spreken. Maar ja, we moeten wel gewenst zijn. Hè? Maar voor de deur staan en mogen we niet binnen schieten, maar ook niet veel op. Hè? Dus, maar heb je de vraag al gesteld aan gemeentes om te mogen gaan babbelen? Ja, ja, absoluut. Sanne, ja, hij zakt je handje op. Ik het was om dat te vragen. Ja, maar doe maar, zeg maar. Ja, gewoon om te vragen of er al actief initiatief was genomen naar andere gemeentes toe. Omdat ik de burgemeester ook hoorde vertellen, inderdaad, van we stellen ons open en kom maar af, de koffie en de taart staat gereed. Maar als er dan zelf geen initiatief wordt genomen, is natuurlijk waarschijnlijk weinig zinvol. Ik ga je iets tonen dat vandaag... Ik ga ook Christie verspreiden. Ik weet niet of je dat kunt zien. Nee, ik zie het in uw achtergrond. 90-80. Ja, 90-80. 90-80. Ja. Zal ik je voorlezen. Hè? Dus het blad van Locristi staat, Wachtebeke, Rudy van Kronenburg. We zijn op vrijersvoet met Locristi bijvoorbeeld, maar voorlopig komt de vrijer niet af. Yves, als je ons wilt, kom eens op de koffie. Dus denk toch, dat is een aantrekkelijke titel toch. Hè? Dus... We doen dat ook met de andere. Ik zie dat hem dat niet misinterpreteerde. Hij mag het interpreteren zoals hij wil. Ja. Oké, okay, dankjewel. Hoe is het er? Mag ik daar ook een vraag over stellen? Rudy, jij mag dat. Ja, burgemeester, u weet ook, fusies, ja, dat heeft wel een doel uiteraard. En dat heeft ook te maken met het minimum aantal inwoners. Dus op dat vlak zijn we ook al wat beperkt, denk ik. Als we naar links kijken, ik bedoel dat linksboven, dan zijn we met te weinig. En kijken we dan naar rechtsonder, dan zijn we met voldoende. Dus ik denk dat daar ook wel een beetje, dat daar ook de sleutel zal liggen. Denk ik, vermoed ik toch. In datzelfde blad schrijft mijn collega van Locristi, dus dat er maar twee mogelijkheden zijn. En voor ons ook en voor hem ook. Dus dat is ofwel met Locristi, dat is 30.000 inwoners... Ofwel met Zelzaten Assen, nee, dat is 35.000 inwoners. Dat zijn de twee mogelijkheden die er zijn. En andere mogelijkheden zijn er niet. Dus ja. Dat is klaar het al toch. Hè? Dus het zijn twee mogelijkheden. Ik weet ook, de fusie voorstel van Zelzaten Assen in de Wachtbeke is eigenlijk al een oud voorstel. Dat is al van een jaar of 5 geleden al. Dat is al ergens teruggekomen. Dus ik denk dat... ik heb dat vernomen, hè, Rudy. Burgemeester, ik heb dat vernomen. Hè, dat er al wat teruggekomen is van die... van die formule, men heeft geoordeeld van we gaan kijken naar de werkmobiliteit, werkbewegingen. En dan kwam dat uit op Asteen, Zelzaten, Wachtebeke.
Maar die piste is ondertussen, daar, waar ik vernoemde, al voor een groot stuk verlaten eigenlijk. Dus... Ik weet niet meer wat die piste verlaten heeft. Wij kijken er naartoe voor de mogelijkheden aan de zijn. Dat doen we. Het is ook al een paar keer gezegd, wij doen dat op feiten, hè? Niet op gevoelens of wat dan ook. Nee. Wij doen dat op feiten. Hè? Dus de cijfers van de gemeenten, financiële toestand, de rioleringsgraad, belastingtarieven, weet ik veel, al die tarieven spelen er allemaal in mee. En daar vergelijken wij op. Wat is het voordeel voor de inwoners van Wachtbeek? Welke service kunnen we bieden? En dat zijn twee reële opties. En dus die bekijken wij. En we gaan daar niet ons laten spiegelen waar iemand anders zegt. We denken dat de Wachtbeekenaren verstandig genoeg zijn en ook de eventuele partners om er zelf een besluit in te nemen. Dus wat dat voor ons het beste is. Dat dat niemand ons moet opleggen. En dat wil men liefst ook niet. Want als men 30 zijn, zou men het opgelegd krijgen. Dus liever dat we het zelf mogen kiezen. Dat de mensen van Wachtbeek zelf er mogen in beslissen. En dat lijkt ons belangrijk. Absoluut. Ja. Oké, dank u iedereen. We zijn op vrijersvoeten, maar dan moeten we nog kunnen trouwen ook. Hè. Dat is het volgende. Hè. Vraag 4, verkeersveiligheid schoolroutes. De heer Peter van Bambos zal erop antwoorden. Dag Peter, een lange vraag. We hebben het verslag van het Schepencollege gelezen van 8 februari. In agenda punt 12, om specifiek te zijn, dat er een brief is geweest van de Vlaamse minister bevoegd voor mobiliteit richting het gemeentebestuur. In dat schrijf van minister Peters staat onder meer te lezen dat er in het budget van 2021 30 miljoen euro uitgetrokken wordt voor het beveiligen van de schoolroutes. Daarbij worden het lokaal bestuur, die die routes het beste kent, uitgenodigd om de knelpunten op de schoolroutes op gemeentewegen door te geven, om eventueel aanspraak te maken op subsidies. Om zo de kostprijs van de werken te helpen drukken naar de gemeentes toe. Dat gaat over 15 miljoen euro van die 30 miljoen euro. De andere helft, 15 miljoen euro, wordt uitgetrokken voor kleine ingrepen of quick wins om knelpunten weg te werken op schoolroutes langs gewestwegen. Pardon. En ook voor die schoolroutes er wordt dus beroep gedaan op de expertise en de lokale kennis van de lokale besturen. Daarbij worden de lokale besturen uitgenodigd om die knelpunten die het bestuur graag zou aangepakt zien, door te geven aan de minister, waarbij dan de voorstellen konden worden ingediend ten laatste tegen 15 februari, zijnde ondertussen 10 dagen geleden. Nu, als oppositie hebben we al reeds verschillende keren dergelijke knelpunten aangehaald en die zijn ook besproken hier in de Raad. We zullen jullie opnieuw niet te veel moeten wijsmaken. Jullie zullen diezelfde knelpunten ook wel kennen. Dus wij gaan ervan uit dat er wel dergelijk schrijven is geweest naar minister Peters, waarbij dan die knelpunten toch eventjes worden opgelijst en waarbij dat ook werd verduidelijkt hoe dan die knelpunten zouden kunnen worden aangepakt, dan wel aan de hand van een quick win, dan wel aan de hand van structurele maatregelen. Helaas konden we dat in het... het verslag van het Schepencollege niet terugvinden of dat er een schrijven is geweest. Dus stellen wij eigenlijk graag deze vraag. Het zou toch enigszins getuigen van de constructieve samenwerking tussen oppositie en meerderheid, waar jullie als meerderheid graag prat op gaan, dat er toch wel effectief aan gewerkt wordt en dus ook aan die veiligheid van die schoolroutes. Nu dat er zich een opportuniteit aanbiedt, hoop ik dat het gemeentebestuur die met twee handen gegrepen heeft. Ja, Sanne, we hebben dat zeker met twee handen gegrepen. Doorgeven, dat was via een online platform. En dat is gebeurd al op dinsdag 9 februari. Dus dan hebben wij de knelpunten, onze lijst, opgestuurd. Wat hebben we daarin opgenomen? Dus eerst en vooral al die missing link van het fietspad doorheen het Kloosterbos, dus van de fietsnelweg naar de Okasrotonde. Wat is dat? De fietspaden langs de N449, dat heb ik ook nog een keer op tafel gelegd. Dus er is budget voorzien. Er is ondertussen een dading opgemaakt met het vroegere studiebureau. Maar het aanstellen van een nieuw studiebureau, dat loopt toch niet zo vlot. En dat hebben we toch wel een keer gevraagd van, kijk, kan er hier niet
niet wat meer druk uitgeoefend worden, dat dat allemaal een beetje sneller gaat. Wat dat boek nog meegeven, de oversteekplaatsen aan de Melkerijstraat, de Kerkstraat en het Persijnplein, waar de zwakke weggebruiker en de schoolgaande jeugd toch wel een drukke baan moeten oversteken om naar een school te gaan. Overleden brug hebben we ook opgegeven als een knelpunt, omdat daar de fietsers, dat is dan echt een bottleneck en de fietsen die komen daarin, de verdrukking. Als je vanuit Saflaren komt, blokkeren de wachtende auto's de fietspaden. De stopstreep die staat te dicht op de in- en uitrit van de brug. En voor de fietsers dan, dus die hebben geen kans om voor de auto's te gaan staan eigenlijk. De samenkomst, dus er is een samenkomst van verkeer vanuit verschillende richtingen. Fiets en wandel en gemotoriseerd verkeer door elkaar. En er is dan ook nog een keer de onzichtbaarheid van verkeer komende van langs het water. Wat hebben we nog meegegeven? Wat de Dombrug, dat een missing link is naar Potterzoek, plus een veilige oversteek. En dat is iets wat jullie inderdaad ook al een aantal keer aangehaald hebben. En dan hebben we ook gevraagd om de dorpskern herinrichting, om een keer te kijken of er eventueel nog iets kan gedaan worden, nog een keer te screenen. En dan hadden we het vooral over rugdekking bij de fietsers als die op de weg komen. Maar dit is allemaal doorgegeven al op, ik zeg het, dinsdag 9 februari. Ja. Kun je ons dat schrijven ook eens bezorgen, alstublieft? Dus het is via een online tool, maar dat lijstje dan? Oh, maar dat lijstje, dat zal in het antwoord zitten. Hè. Ah, ja, ook goed. Gaat in het antwoord, maar ik moet wel zeggen dat er van het online platform, dat wij daar geen mail van teruggekregen hebben. Zo, dat was gewoon invullen en dat was het. Hm. Dus ik kan u wel het lijstje geven, dat is geen probleem. Als je wilt. Dat zit in het antwoord. Hè, dus. Ja, wel ja. Ja, als we het daar kunnen lezen. Ik heb hier wel zitten noteren, maar het is toch handiger als we het hebben. Ja, oké. Okay, dank u wel. Alsjeblieft. Oké, dank u wel beiden. Dan kunnen we overgaan naar de vragen van N-VA. Vraag 1, verkoop politiegebouw Brigade Wachtebeke. De heer Piet Penneman zal hierop antwoorden. Ja, voorzitter, dank u wel. Op woensdag 17 februari stond de verkoop van het politiegebouw Brigade Wachtebeke op de agenda van de politieraad. Daar werd door het Wachtebeekse gemeentebestuur meegedeeld dat Wachtebeke dit gebouw niet wenst aan te kopen. De N-VA-fractie vindt het een goede beslissing. Wij willen immers niet meer investeren in bankstenen. De weg ligt nu vrij voor geïnteresseerde projectontwikkelaars die hier naar alle waarschijnlijkheid flats willen bouwen. In het kader van de inbreiding staan we achter deze geboden opportuniteit. Het gemeentebestuur bepaalt best de voorwaarden voor toekomstige projecten op dit terrein. Indien in de huidige stedenbouwkundige voorschriften deze voorwaarden niet vervat zijn, hebben we hierover de volgende vragen. Wat is het maximum aantal bouwlagen? Geldt de verplichting om ondergronds parkeermogelijkheden te voorzien? Wordt er maximaal ingezet op behoud van groene open ruimte? En een mix van sociale flats en andere flats zou volgens ons sterk aangewezen zijn. En we stellen ons ook de vraag wat de impact gaat zijn op het verkeer op en rond het Persijnplein. Dank u wel. Ja, Rudy. Wat betreft het maximum aantal bouwlagen, er is geen BPA of ander plan daar van toepassing. Hè. Dus het is gewoon gebied. Hè. Dus het staat in feite elke aanvrager of architect van de aanvrager vrij om daar iets mee te doen. Er zijn zoveel factoren die je persoonlijk kan invullen dat het eigenlijk dat wij ons niet onmiddellijk geroepen voelen om het aantal bouwlagen op te leggen. Hè. Dus je hebt voorbeelden genoeg rond het plein. Uiteraard zal het geen toren worden van 8 hoog, hè, maar de maximum volumes die bevinden zich al op de markt in de rondtrek. Dus, en dat moet dan zich dan nog goed kunnen integreren in de omgeving. Hè. Voornamelijk denk ik dan naar privacy toe van de achterliggende gronden en de achterkant van dat gebouw dat daar kan opgetrokken worden. Dus er zal zeker ook
dat zal pas zeker een factor spelen, maar in principe heeft de aanvrager daar een vrije rol in om ermee te doen wat hij wilt. Wat betreft de parkeermogelijkheden ondergronds, we hebben daar geen gemeentelijke verordening op. We hebben wel een soort richtlijnenkader in het college afgesproken omtrent parkeervoorzieningen, zowel voor auto's als fietsen, specifiek dan voor meersgezinswoningen. En ja, eigenlijk is de richtlijn, of de kern van de richtlijn is om zoveel mogelijk bruikbare parkeerplaatsen te creëren. Hè. Dus dat wil zeggen, bij voorkeur geen kelderboxen die ook gebruikt kunnen worden voor allerlei andere toestanden dan auto's parkeren. Hè. Maar een goede mix tussen zowel boven- als ondergronds kan zeker. Hè. Ondergronds is het ja, is natuurlijk ook wel duurder, maar het is absoluut geen verplichting. Maar gezien de omvang van het perceel zal dat misschien wel een optie zijn. Wordt er maximaal ingezet op het behoud van de groene open ruimte? Dat zal een evenwicht moeten gezocht worden, zoals we dat bij elke bouwaanvraag doen, dat er eigenlijk toch nog een minimum is aan groene voorzieningen, eventueel compensatie met groen daken of dergelijke. We zitten natuurlijk wel in het centrum, dus dat kan een minimale oppervlakte zijn. Maar in ieder geval, het moet geïntegreerd worden, zeker ook voor wat betreft de regenafvoer en dergelijke, moet er toch genoeg groen voorzien zijn. Dan, wat had u dan nog gevraagd? Over sociale kavels. Ja, hè. Dus, ik hoor u niet hoor. Een mix van sociale flats en andere flats, dat zouden jullie aangewezen vinden. Nu, als dat door een private ontwikkelaar zal gedaan worden, dan zal die op geen enkele steun kunnen rekenen, aangezien Wachtebeke de doelstelling voor sociale woningen ruim overschrijdt. We moeten 9% halen, we hebben 12,55. Die zal op geen enkele tegemoetkoming kunnen rekenen, dus die zal sowieso daar zeker en vast niet gevoelig aan zijn. Dus dat zal niet het geval zijn, denk ik. En wat is de impact van het verkeer? Dat is moeilijk in te schatten als we nog geen ontwerp hebben. Hè. Wat betreft de ontwikkelingen die daar zijn. Dus dat zal zeker en vast, dat wordt ook altijd meegenomen, in een planbeoordeling van kan dit of kan dit niet. We weten ook nog niet welk type gebouw dat er komen of welke functies dat er zich eventueel op het gelijkvloers zouden kunnen aandienen. Dus dat zijn allemaal factoren waar we rekening moeten mee houden om de mobiliteitstoets te doen. Dus dat kunnen we op dit moment zonder een concreet plan voor ons niet beoordelen. Hebt u daar voldoende informatie mee? Ja, Piet, bedankt voor uw antwoord. Dat is voldoende. Dat is voldoende, ja. Dank u wel. Oké, dank u wel, beiden. Vraag 2 is dus beantwoord. Vraag 2 is containerbazaarken. Mevrouw Bak zal hierop antwoorden. Dank u, voorzitter. We konden in de persmap lezen dat er €20.000 wordt voorzien voor herstellingen aan de container of containers. Over welke herstelling gaat het hier? Wanneer gaan de herstellingen van start? Zijn hier reeds offertes ontvangen voor de nodige herstellingen? Ja, Diederik. Waar we redelijk wat geld vrij houden. Hè? Omdat we nog niet echt weten wat dat er te vinden zal zijn achter de panelen van het bazaarke. Dus bij een oppervlakkige check is wel gebleken dat de latjes die de binnen- en de buitengevel vasthouden, dat dat allemaal rot zit. Dus we hebben nog niet verder gekeken.
Maar we hebben wel vanuit de gemeente een raamcontract met een schrijnwerker. Die zal dat doen. Een keer kijken wat er precies allemaal nodig is. Dus ja, ik kan eigenlijk nog niet veel antwoord geven op uw vragen. We hopen dat we zeker dat bedrag niet nodig zullen hebben. En wat de roest en de andere opsmukwerken betreft, dat zal de eigen technische dienst doen. Dus een beetje verf en zo wat, anti-roest. Maar die panelen, het kan zijn dat dat mee gaat vallen. Dat we enkel die tussenstukjes zullen moeten vervangen en dat we nog panelen gaan kunnen herbruiken. Maar als we die gaan moeten vernieuwen, zal dat inderdaad wat centen kosten. Oké, bedankt voor het antwoord. Oké, dank u wel. Dus vraag 3, leegstand waaraan de wijk is beantwoord. Dan gaan we over naar vraag 4, organisatie van de verkeersveilige dag op vrijdag 26 februari 2021. De heer André Jalmet zal hierop antwoorden. Dank u, voorzitter. Er wordt elk jaar een verkeersveilige dag georganiseerd ter nagedachtenis van de grote kettingbotsing 25 jaar geleden op de E17 ter hoogte van Nazareth. Die dag zullen er in de hele provincie snelheidscontroles worden uitgevoerd met zoveel mogelijk onderscheppingen van overtreders. Gaat Wachtebeke hieraan deelnemen? Ja, Diederik. De gemeente Wachtebeke is onderdeel van de politiezone Puin met 4 gemeenten en neemt dus geen afzonderlijke acties hiervoor. Er is uiteraard wel een standpunt van de 4 gemeenten van onze politiezone Puinbroek dat stelt dat we ook dit jaar deelnemen aan deze verkeersveilige dag. Ik wil er wel aan toevoegen dat de gemeente Wachtebeke niet echt voorstander is om het te beperken tot een eenmalige actie voor verkeersveiligheid. We kiezen eerder voor handhaving van de verkeersveiligheid op alle dagen. Daarom hebben we het aantal controles in onze gemeente opgedreven van minimum 3 dagen tot 6 dagen controles per week. Controles op ofwel drugs, alcohol, snelheid, gsm naast het stuur, fietsverlichting enzovoort. Veiligheid is een absolute kerntaak. Weet er niet meer genoeg? Dank u. Zeer duidelijk antwoord. Dat is positief. Dank u wel. Alsjeblieft. Dank u wel aan beiden. Vraag 5. Werken R4WO? De heer Peter van Bambos zal hierop antwoorden. Ja, nogmaals dank u wel. De werken R4WO. De omgevingsvergunningsaanvragen voor knooppunt 10, 11 en 12 zijn eind januari ingediend. Deze hebben betrekking tot de R4 ter hoogte van de Leestraat, Rijkswachtlaan, het kruispunt met de E34 en de rotonde aan ArcelorMittal. Zodra de samenstelling van het dossier is goedgekeurd, start het openbaar onderzoek. Tijdens de eerder beperkte tijd voor dit onderzoek en adviesronde kunnen er opmerkingen geformuleerd, plannen bekeken worden en dergelijke door bewoners en gemeenten. Tijdens en na de wegenwerken verwachten we een sterke toename van doorgaand vracht- en personenverkeer te Wachtebeke. Wat is het standpunt van het gemeentebestuur aangaande verkeerstoename? Is er reeds contact en overleg geweest tussen de gemeente en het werkvennootschap R4WO? Welke waren deze contacten? Wat zijn we hier wijzer geworden? Wordt er om Wachtebeke maximaal te ontzien nagedacht over een vrachtwagensluis met het reeds bestaande ANPR-camerasysteem? Gaat het gemeentebestuur tijdens de gesprekken trachten de verkeershinder tot een minuut te beperken voor onze gemeente? Wat is de impact voor het woon-, werk- en fietsverkeer van en naar Wachtebeke? En het laatste, schakelt de nog te verharden verbinding in het Kloosterbos tussen fietsersnelweg en fietserstunnel een versnelling hoger? Indien niet, neemt het gemeentebestuur dit mee tijdens de gesprekken? Dat laatste staat er bij mij niet in, bij mijn vragen, moet ik eerlijk zijn. Maar goed, geen probleem, ik zal er wel op antwoorden. Eén, wat is het standpunt van het gemeentebestuur aangaande de verkeerstoename? Hier moet ik toch wel, hetgeen dat je daar zegt, een sterke toename van doorgaand vracht- en personenverkeer, dat weerleggen. Dus bij simulaties van de verkeersstroom, naar aanleiding van de gewijzigde verkeerssituatie door de herinrichting van de R4, is de prognose dat het vrachtwagenverkeer zou minderen, maar dat het personenverkeer zou toenemen. Dus het vrachtwagenverkeer, denken ze, dus bij de inrichting van die nieuwe rotonde aan de
in de rit van ArcelorMittal dat het moeilijker gaat zijn voor het vrachtwagenverkeer om die een N449 te nemen. En dat dat de reden zou zijn dat ze dus, dat minder vrachtwagenverkeer gaat aantrekken. Dus vrachtwagenverkeer, denk ik, gaat minderen. Het personenverkeer, dat zal toenemen. En de reden daarvoor geven ze dat sluipwegen eigenlijk een groot deel gaan afgesneden worden. En dat dan die mensen die nu de sluipwegen nemen, ja, wel de gewone weg gaan nemen natuurlijk. Hein? Dus vandaar die toename. Is er iets contact geweest in overleg tussen de gemeente en de werkgenootschap? Ja, er is al 6 jaar overleg met de werkgenootschap. Waarbij dat we steeds onze opmerkingen en onze verzuchtingen kunnen meegeven. De ervaring leert ons dat deze steeds worden onderzocht en indien mogelijk zelfs aan tegemoet gekomen wordt. Er zijn ook al interactieve infovergaderingen geweest, waarbij dat de burger geïnformeerd werd, maar ook opmerking kon geven. En ik weet niet of dat je dat al herinnert, Diederik, in het cultuurhuis is er daar zo'n keer een infomoment geweest, een interactief infomoment, waarbij dat de burgers echt wel bij verschillende standjes konden zien wat er ging gedaan worden en konden ze ook die opmerkingen geven. Wordt er om Wachtebeke maximaal te ontzien nagedacht over een vrachtwagensluis met het bestaande ANPR-camerasysteem? Nee, momenteel niet. Maar bij bewijs van toename van het vrachtwagenverkeer, want dat is dan gezegd, ja, jullie kunnen met jullie simulaties wel aantonen dat dat vrachtwagenverkeer gaat verminderen. Maar staat dat nu niet gaat verminderen, wat dan? En dan geven ze wel toe, ja, dan moeten we natuurlijk in actie komen om dat vrachtwagenverkeer toch wat terug te dringen. En dan zou inderdaad zo'n vrachtwagensluis met die ANPR-camera's een van de ideeën, een van de denkpistes kunnen zijn. Ik moet wel zeggen dat die camera's, dus de camera daar aan het OCAS, aan de OCAS-rotonde, dat gaat er weggaan, omdat dat stuk gemeenteweg zal geen gemeenteweg meer zijn. Dus als je van Wachtebeke dorp komt, dan zal de oprit naar de rotonde, ik bedoel dan de rotonde aan de ingang van ArcelorMittal, dus die oprit die zal een heel stuk naar voren zijn, waardoor dat die achterste stuk N449 eigenlijk geen weg meer zal zijn. Dus staat die in een ANPR-camera daar niks mee te doen en moet die dus een andere plaats krijgen. Daar gaat dan ook natuurlijk moeten gekeken worden of dat de afstand tussen die twee kamers, of dat, die twee camera's, of dat dan nog voldoet om nou, om onwettelijk te zijn. Maar dat is toekomst natuurlijk. Gaat het gemeentebestuur trachten tijdens de gesprekken de verkeershinder tot een minimum beperken? Ja, natuurlijk. Hè, dat is evident. Wat is de impact voor het woon-werkverkeer en fietsverkeer van en naar Wachtebeke? Ik ben daarvan overtuigd dat vrachtwagenverkeer, dat is iets anders. Maar wat fietsverkeer betreft, ben ik ervan overtuigd dat veel veiliger gaat worden en veel beter. Waarom? Omdat ze echt wel zorgen bij die herinrichting van de N4 dat dus die fietsinfrastructuur volledig gescheiden ligt van de weginfrastructuur. Dus die fietsnelwegen, dat gaat daar echt wel veiliger zijn. Wat betreft... wat was jouw laatste vraag, Diederik? Dat was het stukje... Ik zal het even voorlezen nog. Maar daar stond er bij mij niet bij, ik vond dat raar. Nee, dat stond er niet bij, inderdaad. Dat zal met het verzenden zijn, verkeerd geroepen zijn. Dus schakelt de nog te verharde verbinding uit het Kloosterbos tussen de fietsnelweg en de fietserstunnel aan de versnelling hoger. Moet er nog een stukje verhard worden. Dan gaat dat, als je daar natuurlijk werken krijgt, gaan misschien meer mensen met de fiets willen gaan, dan die werken kunnen vermijden, zo goed mogelijk, met de fiets gaan. Als je daar dan natuurlijk met die nog te verharde weg zit en de werken zijn al bezig, dan wordt het voor die mensen ook niet makkelijk om die weg te gebruiken, uiteraard. Hè. Ja, maar het is iets dat al verschillende keren op tafel gelegd is, bij AWV. Juist bij de vraag van Sanne is het ook meegegeven. En in maart hebben we terug een overleg met AWV, waarbij dat we terug gaan vragen van alsjeblieft, denk daar een keer over na. Ik had een gesprek gehad met... de provincie, maar de provincie zegt van kijk, luistert, wij hebben dat stukje
grond afgestaan aan AWV, omdat zij daar een fietspad gingen realiseren en wij gaan daar nu geen inspanning meer doen. Dus je moet maar gaan praten met AWV. Gaan we doen. En we inderdaad, we gaan ook zeggen, als die werken daar gaan beginnen, dat fietspad toch wel gaat gebruikt worden in het Kloosterbos, meer gaat gebruikt worden en dat er toch echt wel een oplossing moet komen. Maar ik kan het maar blijven zeggen, we kunnen maar steeds maar op diezelfde nagel blijven kloppen. Hè. Maar we blijven het doen. En de hoop dat ze in één keer gaan zeggen van, we gaan het verharden. Oké, dank u wel. Alsjeblieft. Oké, dank u wel beiden. Dan kunnen we overgaan tot vraag 6. Notulen van het Schepencollege burgemeester en Schepencollege burgemeester en Schepenen, pardon. De heer Rudy van Kronenburg zal erop antwoorden. Ja, burgemeester, u weet dat wij bij regelmatigheid die vraag een keer opnieuw stellen. Ik heb ze nog maar gesteld een aantal maanden geleden. U gaat waarschijnlijk toch hetzelfde antwoord geven, maar we gaan toch nog een keer proberen. Gaan we ze een beetje anders formuleren. En welke documenten en of verslagen van het CBS vallen niet onder de openbaarheid van bestuur? Graag een opleisting. En even ter herinnering, in het begin van de vorige statuur werden openbare documenten en vertrouwelijke documenten afzonderlijk genotuleerd. We vonden die aanpak heel overzichtelijk en transparant. Nu wordt alles door elkaar genotuleerd. Waarom kon dat toen? Wel. En waarom is die aanpak verlaten? Oké. Rudy, dat is heel simpel. Hè. Dus de tijden gaan vooruit. En sinds als ik het vergelijk met 8 jaar geleden, zijn we ook elektronisch op de gemeente toch wel een en ander veranderd geworden. En we beschikken nu, wat vroeger werd allemaal genotuleerd met de hand, nu stemmen wij aan het college heel dikwijls elektronisch. Hè. Dus het is een notuleringssysteem dat we hebben aangekocht. En dus vroeger werd er inderdaad een onderscheid gemaakt in de notulen van de vergadering van het college tussen de openbare en de vertrouwelijke punten. Maar toen hadden we daar nog niet die besluitenlijsten, dus dat notulering. Sinds we daarover beschikken, bestaat er geen reden meer om afzonderlijk te notuleren, aangezien die besluitenlijst systematisch wordt gedeeld, / openbaar gemaakt, via de gemeentelijke website. Dus die staat op de website. De notulen van de vergadering van het college worden met de gemeenteraadsleden via de webtoepassing gedeeld. Deze hebben geen openbaar karakter, dus men dient als raadslid discreet om te gaan overeenkomstig de deontologische code van de gemeenteraadsleden. Anderzijds bestaat er geen exhaustieve lijst waar wat onder openbaarheid van bestuur valt. Er is eerder sprake van een lijst van uitzonderingen. De uitzonderingen zijn in detail opgenomen in de regelgeving, maar het komt erop neer dat bestuursdocumenten die niet onvolledig zijn, niet openbaar zijn. Dus verder zijn documenten en beslissingen niet openbaar wanneer een geheimhoudingsverplichting bestaat van een hogere overheid of het een afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In mijn antwoord zullen ook de artikelen staan waar dat in vermeld staat. Dus wij doen gewoon wat dat er mogelijk is. En ja, dat dat nu per beleidsdomein staat, ik denk niet dat dat hinderlijk is. Maar ja, we moeten hoe dan ook altijd met die vertrouwelijkheid als gemeenteraadslid daarmee oppassen wat we doen. Maar de die daar op de website staan, ik denk dat die openbaar mogen gedeeld worden. Dat is openbaar. Hè. Maar de rest denk ik dat er heel voorzichtig moet mee omgegaan worden. Is dat een antwoord? Ja, burgemeester. Maar natuurlijk, hetgeen op de website komt, wordt altijd summier weergegeven. Ik weet dat wel. En ik weet ook wel dat openbaar van bestuur, dat is ook niet absoluut, dat weet ik ook wel. Maar recht op privacy is ook niet echt moet ik zeggen, dat is dezelfde grootorde dan. Dus we spreken altijd van, ofwel is het over de privacy dat men heeft, ofwel heeft het over het openbaar van bestuur. Het is een beetje van, ik heb zo'n indruk, zo'n beetje hoe dat het best uitkomt, heb ik zo'n indruk. Ik begrijp dat niet goed. Waarom? Je zegt zelf vorige keer ook, we kunnen dat moeilijk uit elkaar halen. En je hebt het vroeger wel gedaan. En nu kunnen we het niet meer uit elkaar halen. We kunnen het nu ook uit elkaar halen. Dat is net hetzelfde. We hoeven niet alles te weten. En de burgers moeten ook niet alles weten. Maar ook maar verder van bestuur. Je mag toch weten wat de gemeente mee bezig is. Hè? Dat mag toch eigenlijk wel geweten worden. En niet iedereen leest dat. Ik weet dat ook wel. Maar dat mensen het wel willen lezen. En die willen natuurlijk wel
uitgebreider lezen dan een summiere opsomming of een summiere samenvatting in, op de website. Ja, ik denk dat bij ons in Wachtebeke zeker toch dat in iedere gemeenteraad er zeer open wordt gesproken over alle dingen waar we mee bezig zijn. Soms zelfs over zaken die nog niet eens af zijn, waar we nog mee bezig zijn, wat feitelijk zeker niet moet of mag. Maar we doen het wel. En als er vragen over zijn, zullen we die ook beantwoorden in de mate van ja, dat er, als er nog absoluut geen zekerheid is, dan gaan we er ook niet zeggen van ja, dat komt hier in orde, dat kun je niet maken. Dus als je met iets bezig bent, dan moet je wachten tot je er enige zekerheid hebt over een bepaald punt. Maar ik denk qua openheid, dat je bij ons echt niet te klagen hebt. We proberen echt wel heel, heel uitvoerig naar de raadsleden te communiceren. We hebben ook al, als er iets speciaals is, roepen we de fracties samen voor komen te communiceren. Nee, en er zijn dingen die ook mogen verspreid worden. Dan, daar doen we echt niet moeilijk over. Maar als het in de wetgeving zit, dan moeten we ons daaraan houden. Nee, als het over namen gaat, ja, in een verslag staan van het college, die kunnen niet gebruikt worden. En ook als het niet af is, een document, of als het er een bepaald plan dat we hebben nog niet rond is, dan kunnen we er niet over in ons verslag communiceren. Dat moet toch duidelijk zijn. Wij nemen besluiten. En als er nog geen besluit is, dat er alleen maar over gediscussieerd wordt, ja, dan is dat nog interne keuken. Dan willen we daar soms wel iets over zeggen, maar we kunnen er niet echt dieper op ingaan. Hè? Want anders kunnen we bepaalde zaken hypothekeren of in moeilijkheden brengen. Hè? Dus dat moet ons eventjes tijd voor gunnen. We willen er zo snel mogelijk werk van maken voor dingen bekend te maken. Maar ja, het moet wel rond zijn, hè? Want anders heeft het niet veel zin. Dan kunnen we de volgende maand zeggen, ja, heb je iets beloofd en het is niet in orde gekomen. Ja, daar schieten we ook niet veel mee op natuurlijk. Hè? Ja, oké, dank u, burgemeester. Ik ken u eigenlijk uw antwoord al daarvoor, maar bon. Dank u wel. Goed, dank u wel, beide Rudis. Vooraleer dan we hier de gemeenteraad afsluiten, wil ik nog een keer iedereen bedanken voor het antwoorden op vraag 13. Dus voor het aanduiden van de leden van het beheerscomité van Scheldekracht. Dus het is bij iedereen gelukt, dank u wel. Dus dan sluiten we hier de gemeenteraad af en gaan we de OC&W-raad openen met het eerste punt op de OC&W-raad, beschikbare verslagen van adviesraden en inkomende briefwisseling. Dus het gaat dus over de brieven en de facturen van het OC&W. Ik zie dus dat CD&V dit nog niet goedgekeurd heeft. Ik weet niet of jullie akkoord gaan met de briefwisseling of wat er een vraag is. Nee hoor, akkoord. Akkoord. Ook de heer Hibral. En de heer Tange, zijn jullie akkoord? Akkoord. Akkoord? Ja, akkoord. Oké, dank u wel. Dan kunnen we overgaan naar punt 2. Verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 voor het zorgpersoneel dat onder het VIA 6-akkoord van 22 december 2020 resorteert. Het gaat hier over een goedkeuring. Dus zoals iedereen wel weet, heeft de coronacrisis aangetoond dat de personeelsleden te werk gesteld in de erkende diensten, dus in de ouderenzorg, een verhoging krijgen van de eindejaarstoelage voor het jaar 2020. Dus het gaat hier eigenlijk over een eenmalige toekenning. Deze toekenning wordt dus berekend op het uurregime van ieder personeelslid natuurlijk. Het bedraagt een vast bedrag, dus het is berekend op een fulltime equivalent. Dus inclusief in het bedrag van de attractatiepremie eigenlijk van 2020 met een variabel bedrag van 3,6. Dus het is eigenlijk een verhoging van 1,1%. Dus dit is de nieuwe eigenlijk eindejaarstoelage voor 2020. Ik weet niet of je daar mee akkoord kunt gaan. Ik ga eens kijken wie dat er nog niet gestemd heeft. Mevrouw Cornelis Karin en de heer Etienne en Ruud Smeets hebben nog niet gestemd. We zijn ermee akkoord. Kunnen jullie dit goedkeuren op punt? Jawel. Ja. Ruud, voor u ook akkoord? Ja, akkoord. Oké, dank u wel. Geen probleem. Geen probleem. Dan kunnen we overgaan tot de enigste vraag van CD&V over Sakura. De heer Rudy van Kronenburg zal hierop antwoorden. Onze verwachte vraag die terugkomt natuurlijk. Vorige gemeenteraad werd op onze schriftelijke vraag omtrent de stand van zaken in de onderhandeling met Sakura geantwoord dat er een nieuw samenkomen
zou komen en er een beslissing zou worden genomen over een eventuele samenwerking. Wat is er beslist? Kunnen we een enige toelichting krijgen over de genomen beslissing? Ja, Rudy. Ruud bedoel ik. Ja, het zijn niet allemaal Rudy's. Nee, het zijn niet allemaal Rudy's. Ja. Oké, Ruud, sorry. Ja, we hadden dat beloofd en ik moet dus tot mijn teleurstelling zeggen dus dat dat niet gelukt is. Dus we hebben wel een vergadering gehad, maar er werd dan gezegd dat we nog een aantal administratieve punten moesten opgelost worden voor die bespreking. En nu is in feite de eigenlijke beslissende vergadering op politiek niveau zal maar op 9 maart doorgaan. Waarom? Omdat ze op ambtelijk niveau dat het er moeilijk ligt en om eruit te geraken. Dus er komt nu op 2 maart nog een ambtelijk overleg om die knopen al dan niet door te hakken. En dan zou op 9 maart dan de politieke vertegenwoordigers dan er een Fiat of ander voertuig moeten aangeven om dat al dan niet goed te keuren. Hè. Het is natuurlijk, er zijn een aantal problemen. Ook de geplande regio-indeling van Vlaanderen maakt het project wel problematischer en moeilijker. Dat is natuurlijk nog niet beslist, die regiovorming, maar dat hangt als een schaduw boven van het hele verhaal. Conclusie is, indien we dan op 9 maart uitgeraken, dan wordt het zo goed als onmogelijk, wordt ons gezegd, om toe te treden tot Sakura op de datum van, zoals voorzien was, 1 januari 2022. Als we er niet uit geraken op 9 maart, dan wordt het nu wel echt tijd om andere potentiële gesprekspartners aan te spreken, om daar oplossingen te zoeken. Maar dan moeten, 9 maart is de cruciale datum, dan moeten we zeggen ja of nee. En moet iedereen ja of nee zeggen op het verhaal dat we ermee verder gaan of dat we daar niet mee verder gaan. Maar we hebben nu, zijn we al een tijdje nu toch al heel lang bezig. En ja, er zijn veel berekeningen gemaakt, maar ik denk dat we nu toch echt wel een keer moeten zeggen, we gaan ervoor of we gaan er niet voor. En dat willen we ook van de andere partners horen. En het gemeentebestuur Wachtebeke wil er effectief voor gaan? Of hoe staan jullie in die onderhandeling dan? Wel, we zouden er niet aan begonnen zijn, moesten we niet willen voor gaan. Uiteraard hebben we ervoor gekozen om te zeggen dat is de afspraak die we gemaakt hebben, principieel met de drie besturen, dus Moerbeke, Lokeren en Wachtebeke, die waren, vonden wij heel goed. Die vonden we de intentieverklaring, die vonden we heel goed. Maar nu moet je zien, in het eigenlijke akkoord, zijn al die voorwaarden nog vervuld? Zijn er andere hinderpalen opgedoken? En dat moet me uitgeraken. Hè? Dus als we willen van ons woonzorgcentrum in de toekomst ook nog iets maken, want dat was toch de intentie van ons, dat we tegen 2030 met een gebouw zitten dat dan al meer dan 30 jaar oud is, dat nu al euvels vertoont van problemen, dat we dan zeker nog meer problemen zullen hebben, dat we een alternatief moeten hebben, hè? Dat er door voorzien kan worden dat we mensen kunnen blijven en wachten een beetje huisvesten in onze rust- en verzorgingsinstelling. Dus dat blijft onze intentie en ook dat ons personeel overgedragen wordt. Hè. Dus dat is ook voor ons uiteraard de belangrijke factoren dat we dit gesprek voeren. Oké. Goed. Zeer goed. Dus volgende maand moet die vraag opnieuw stellen. Hè, dan. Dat doen we dan zeker. Voorzitter, mag ik daar ook een vraag over stellen? Rudy, hij mocht daar nog een vraag over stellen. Ja, genoemd Rudy. En Rudy daarbij van Kronenburg, uw vrouw maakt geen lawaai, maar uw pirus, die laat aan daar toch serieus horen. Hè? Die wil boven niet samen zijn. Ze hebben nog de koptelefoon niet op, hè, mijn twee pirus. Dus, Maar ik zal het er gaan zeggen. Dat ze dat ja, niet ja, maar een keer. Ja, Rudy, doe maar. Rudy Lotus. Burgemeester... Wat met Sakura en is er ook aanbevolen dat de zorgbedrijven samen met een ziekenhuis. Dus in dit geval dan met het ziekenhuis van Lokeren. Maar als er ook wel de beste bedoeling is wel met een ziekenhuis, met een volwaardig ziekenhuis. Maar nu blijkbaar gaat dus het ziekenhuis van Lokeren veel diensten en veel overdragen naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas.
Dus het lijkt mij ook niet echt weer. Het is wel oké, want met efficiëntie is het wel goed. Maar ik vind het een beetje raar zo. Dat het maar een halsziekenhuis niet meer is. En dat het zorgbedrijf daar ook mee samenwerken. Zo, dat is niet echt aanbevolen geweest. Hè. Ah, ja. Mijn collega's Piet en Christine hadden bij de gesprekken waren, en Lies ook. We hebben nooit over dat ziekenhuis gesproken, dat is nooit ter sprake gekomen. Hè. Dus dat ziekenhuis dat is samengegaan met Sint-Niklaas, dat weten we. Maar ik denk niet dat staat los van dit verhaal. Hè. Dus collega's, hebben jullie daar iets een andere idee over? Niemand? Eventjes mijn micro aangezet. Nee. Het hospitaal staat er volledig los van. Hè. Het is te zeggen, er zijn natuurlijk wel een paar aanrakingspunten. Dat ze bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, wasserij, keuken, dat er daar misschien ja, mogelijkheden zijn dat er dienstverlening naar elkaar toe zou zijn. Daar is wel sprake van geweest, maar dat is zeker en vast niet. Ja, daar valt of staat het project niet mee. Ja, dat is juist. Dus daar zou ik mij niet onrust over maken, Rudy. Dus, Oké, dank u wel. Ja. Goed, voldoende voor iedereen. Dan kunnen we hier de gemeente en de OCMW-raad afsluiten. Ik wil toch eerst nog een keer ons publiek thuis, die we niet zien, nog een keer danken. Want ik heb het vergeten bij het starten van de gemeente en de OCMW-raad. Bedankt om er iedere maand bij te zijn. En dank u wel aan de burgemeesterschepen en de gemeenteraadsleden om terug onze gemeente en OCMW-raad goed te laten verlopen. Dan nodig ik iedereen uit voor onze volgende gemeente en OCMW-raad op donderdag 25 maart 19:30. Dank u wel iedereen. Ik moet niet zeggen, behouden thuiskomst, want iedereen zit thuis in zijn kot. Dus tot volgende maand, zal ik zeggen. Goedenavond allemaal. Dag. Dag.